Gemeente Nijmegen is druk bezig met het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. Zo wordt het hele stationsgebied aangepakt en liggen er drastische plannen op tafel voor het iconische Keizer Karelplein. De gemeente wil hier een breder voetpad en een smaller autogedeelte. Een ontzettend slecht plan volgens de Nijmeegse VVD. Het college is van plan om het Keizer Karelplein en de Nassau-Singel- en Tunnelweg te versmallen om daar meer ruimte te maken voor groen en voetgangers. Dit schrijven zij in de gebiedsvisie Stationsdistrict. De Nijmeegse VVD vindt het om meerdere redenen een ontzettend slecht idee. We staan hier nu om 1:30 op woensdagmiddag. Je kan het wellicht zien, het staat nu al rammetje vol. Wij vinden dat een bijzonder slecht idee als je dat ook nog gaat afknijpen. Voor voetgangers die al 7 van ruimte hebben, terwijl de auto nu al in de verdrukking zit. Het is gewoon hartstikke druk en het is ook omdat het Keizer Karelplein niet alleen een iconisch verkeerplein is. Het is ook het essentieel kloppende hart van de doorstroom van verkeer in Nijmegen. Het is de verbinding met de Oranjesingel naar Noord, via de Graafseweg naar Brabant en Limburg. En ja, via de Sint-Anna naar Oost- en Zuid-Nijmegen en via de Nassau-Singel naar West. Het college hoopt met een versmalling meer mensen uit de auto te krijgen en in plaats daarvan op de fiets, wandelend of met het openbaar vervoer te laten reizen. Er zijn gewoon vele tienduizenden mensen afhankelijk van hun auto om naar werk te gaan, om naar familie te gaan, om naar diensten te gaan, om mantelzorg te leveren. Er zijn gewoon heel veel redenen waarom mensen met de auto gaan. Met het plan om het verkeersplein een monumentale status te geven, hoopt de VVD het knooppunt voor altijd in de huidige staat te kunnen houden. Dan wordt het beschermd. Ja, dat is een beetje hetzelfde als een monumentaal pand. Het is heel moeilijk om daar al de kozijnen van te vervangen. Nou, doe dat ook bij dit plein. Dan kun je reparaties uitvoeren als dat nodig is. Maar dan blijft het gewoon zoals het is. Een heel belangrijk verkeersplein. Want ook volgens Walraven hoort het Keizer Karelplein nu eenmaal echt bij Nijmegen. Nou ja, vele honderden jaren terug lag het er al zo bij, was het ook al een belangrijke verkeersader. Dat is het nu nog steeds. En ja, ik denk als je de gemiddelde Nijmegenaar vraagt, Keizer Karelplein, dat ze een glimlach krijgen. Is gewoon een hartstikke iconisch verkeerplein. Zelfs de gemiddelde Nederlander zal het wel weten. Ook altijd die programma's met mensen die niet kunnen rijden, komen ook altijd over het Keizer Karelplein. Om maar eens aan te tonen van nou, probeer het hier maar eens. En iedereen die hier heeft leren rijlessen, ja, die kun je overal ter wereld in een autootje zetten. Want als je dit kan, kun je alles. Wethouder Celia Dame, onder andere verantwoordelijk voor mobiliteit en stadsvergroening, was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.